was dat wanneer kinderen naar school gingen of mensen, weet je, Indische mensen, Molukse mensen, mensen met roots in Indonesië, op straat liepen of naar weet je, boodschappen deden, dat ze toegebeten kregen uit de weg, stelletje staatsruifvreters. Dat was de term, staatsruifvreter. Omdat iedereen dacht dat deze nieuwkomers op kosten van de overheid gefetteerd werden. Maar hoe kan dat? Sommige van deze gezinnen hebben 6 jaar in contract met ons gezeten. Nou, en die schuldbrief, nou, ik dacht echt dat ik gek werd. Dat was gewoon rond de 80.000 gulden. Dat kon natuurlijk nooit meer in een leven afgelost worden. Deze mensen hebben gewoon, dus de vader en ook de moeder, die hebben echt tot hun dood met een enorme schuld gezeten. Die zijn totaal ontgoocheld gestorven.